Pieter Mulders, wat is het gevoel dat bij jou overheerst na deze 3-3? Heel slecht gevoel. Als je ziet hoe het scoreverloop loopt en hoe we de eerste helft gespeeld hebben, is het natuurlijk heel, hoe zou ik het zeggen, heel teleurstellend. Jullie gaan met een 1-0 voorsprong uiteindelijk naar de kleedkamer halverwege de wedstrijd. En dan knettergekke beginfase eigenlijk van die tweede helft. Hoe komt dat? Ja, nou goed, gewoon niet meteen met de les, hè. Als je binnen 3 minuten 2 calls tegenkrijgt en achterin slapen of niet meelopen en gewoon niet de situatie inschatten. En op dit niveau krijg je koekie van eigen deeg. Ik zag je ook heel 90 minuten langs de wedstrijd of langs de lijnen druk coachend, alles neerzetten. Ja, je was ook helemaal niet tevreden. Waar was je eigenlijk niet tevreden over? Nou ja, goed, vooral natuurlijk de calls die we tegenkrijgen. Eerst was er eigenlijk niks aan de hand. We maken goede call en waren op zich niet zoveel last van Volendam. Alleen ja, als je dan binnen 2 minuten 2-1 achter staat en we maken dan ook nog een keer 2-2 en we krijgen ook een keer 3-2, ja, dan zijn we daarna niet meer gaan voetballen. Zijn we alleen maar opportunistisch gaan spelen. En dat resulteerde wel in wat mogelijkheden, maar we hebben dan niet meer gevoetbald. Dat was wel teleurstellend. Ben je dan uiteindelijk, dan pak je hier dan nog een punt. Is dat dan nog een winstpuntje? Nou ja, gewoon een winstpuntje. Kijk, als je in de blessuretijd de 3-3 maakt, dan is dat altijd een winstpunt. Maar over de hele wedstrijd is het geen winstpunt. Uiteindelijk begin je al aan de wedstrijd, dan begin je al met een omzetting, omdat Jongenelen geblesseerd is geraakt. Hoe is het daarmee? Ja, weet ik niet. Hij liep in ieder geval mank, schoot in zijn lies. Dus moeten we afwachten. Dat kan er ook nog wel bij. Ja. Aan de andere kant, deze wedstrijd, je scoort wel weer 2 keer. Dat was de afgelopen wedstrijd, was dat ook eventjes niet gebeurd. Ja, wat neem je hiervan dan mee naar de volgende wedstrijd? Nou, volgens mij hebben we 3 keer gescoord. Ja, bij de vorige wedstrijden. Ja, oké. Okay. Nou ja, goed. Kijk, het blijkt wel dat als we 3 keer scoren, moet je eigenlijk de wedstrijd over de streep trekken. En dat is wel een teleurstellende move die we moeten constateren. Want als je 3 calls tegen krijgt en je maakt er 3, dan is dat positief dat je er 3 maakt. Maar 3 calls tegen krijgen is niet positief. Ik ga je succes wensen. Ja, dankjewel.